De SP in Os vindt dat het college van BNW haast moet maken met de invoering van een minimapas, ook wel stadspas genoemd. Begin vorig jaar is door het college aangekondigd dat de mogelijkheden voor zo'n pas onderzocht zouden worden. Maar sindsdien is er niets meer van vernomen, aldus de SP. De partij denkt dat onderdelen van het minimabeleid, zoals de regeling meedoen is belangrijk, ook via een stadspas uit te voeren zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijdragen in schoolkosten of voor sportclubs. Omdat de landelijke regels versoepeld zijn, zouden ook meer mensen in aanmerking komen voor het minimabeleid. De partij wil nu weten wanneer er meer duidelijkheid komt over het onderzoek naar de minimapas. Ook vraagt de SP of het inderdaad mogelijk is een deel van het minimabeleid via zo'n pas uit te voeren.